blijven bij fantasy kostuums. De laatste twee kostuums die ik gemaakt heb, zijn deze twee kostuums achter me. Mijn kostuum van een vlinderelf en het kostuum van mijn man van een ontdekkingsreiziger. In deze video's wil ik jullie graag laten zien hoe het kostuum van de vlinderelf van begin tot het einde tot stand is gekomen. Alle lagen in dit kostuum zullen aan bod komen. Om te beginnen ben ik voor dit kostuum geïnspireerd geraakt door de schitterende butterfly dresses van Lully Yang, waarin zij de vleugels van een vlinder op een schitterende manier heeft verwerkt in de rokken van haar jurken. De rok van mijn kostuum bestaat uit een vlinderrok, daaronder een petticoat en daaronder nog eens een hoepenrok. Normaliter zal er geen hoepenrok gedragen worden onder een petticoat, maar aangezien ik dit kostuum waarschijnlijk op een warme dag zal dragen, heb ik hier wel voor gekozen, zodat er wat meer ventilatie onder de rok is. Ondanks dat de hoepenrok onder al je rokken zit, waardoor je er niks van ziet, zie je er tegelijkertijd alles van. Want de hoepenrok zorgt ervoor dat jouw rok mooi open blijft staan. Ik vind het ook belangrijk om deze rok met veel zorgvuld te maken. Juist omdat je de hoepenrok niet ziet, vind ik het juist extra leuk om deze extra te personaliseren naar je karakter toe. Zo ben ik iemand die heel erg houdt van kleurtjes, bloemetjes en vlinders. Zodoende heb ik ervoor gekozen om de hoepenrok te maken van een lekker fout rolstofje vol met vlinders en bloemetjes. Niet omdat je ooit die hoepenrok nog ziet, maar omdat het zo lekker past bij je karakter. Dus laten we maar beginnen met het maken van de hoepenrok. Ik hoop dat je het leuk vond om deze video te bekijken en dat je het ook leuk vindt om de rest van de video's te bekijken, om zo te zien hoe de vlinderelf tot stand is gekomen. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, stel ze gerust in de comments. Dan zal ik kijken of ik deze voor je kan beantwoorden. Voor nu ga ik zeggen bye bye, zwaai zwaai, toedels en tot aan de volgende aflevering.